Goedemorgen. Het is 11:15 in de ochtend en we gaan weer een wandeling maken van. En we gaan weer een wandeling maken van wat kilometers door weer rotsen en bergen. Nou, de tocht is begonnen. We doen die route wit, blauw, wit. En de route duurt iets lang. Skipiste. Slippert afgelopen. Nou, het gaat aardig goed. We zitten nu op wat kilometer. Hoeveel kilometer zitten we nou? 4,5. Nou, 4,5 kilometer. En we lopen in een bos. Waar overal linksen zijn. Bizar. Overal zijn hier. Er staan borden met dat hier linksen lopen. En wolven. Maar, nog niks gezien, maar het gaat goed. Ik hoor hem links. Hier langs te gaan. Het is hier wel mooi. Het is echt koud hier ook. Oh ja, dit is wel leuk. Hier een grot. Hier, daar slaat een links. Oh joh. Nou, het is het wel waard. Nou. Nou begint het smal te worden. Hier moeten we naar rechts. Oké, hier moeten we. Dit is wel gaaf. Hier links. Het is aardig smal, moet ik zeggen. Claustrofobie. Het is wel heel erg mooi hoor. Gaat hij aardig snel? We zijn over de helft, dus het gaat de goede richting uit. Het begint ook steeds smaller te worden, heb ik het idee. Maar ja, ik denk dat het ook gewoon gezichtsbedrog is. Gooi dan niks uit de. Het is aardig snel dit en krap. Oh nee. Kom maar even niet. Nou, we zijn er nog steeds niet, maar nu komt er wel een trap. Het is wel iets fijner. Maar dan moet je toch op een gegeven moment natuurlijk ook niet tussen vallen. Moet je ook wel hoor. Nadeel. Het is ook echt een flinke trap die helemaal omhoog gaat. Dat was de trap. Zo. Joek. En we zijn er. We zijn even op een uitkijktoren gegaan. Met prima uitzicht. Kijk, dat zijn allemaal rotsen. Met een soort pilaarachtige vormen. Je ziet nu een foto in beeld daar zo. Van hoe ze eruit ziet. Nou. Maak even een rondje. Nou, dat is aardig hoog. We zijn terug van de wandeling. Maar nu zie ik dit hier opeens staan. Een pony. Ja, daar hoort hij denk ik ook. Lekker snaaien. Lekker snaaien. Nou, we eten vanavond knakworst.